Kantine 11 neemt u vandaag mee naar een mini-voetbalduel in Eerste Nationale tussen het ambitieuze Kortemark en promovendus Puskas Ardooien. De thuisploeg begint het best en komt via Van den Bogaarde op voorsprong. Bij de bezoekers is Salim Kazmi een van de nieuwkomers. Hij wordt aangetikt, strafschop voor Ardooien, de Mietenaren achter de bal, 1-1. Net voor het einde van de eerste periode is Ardooien opnieuw gevaarlijk. De man met het schot en in de herneming kan Kazmi het niet afmaken. Via een schepcorner komt Kortemark dan op voorsprong, 2-1. De krampachtigheid verdwijnt dan wat uit het spel van Kortemark. Het tempo gaat de hoogte in en na een mooie combinatie trapt Meeuw de bal op de bovenkant van de lat. In minivoetbal draait het om drie hoekjes, prachtig kaatswerk van de thuisploeg en zo wordt het via Labarque 3-1. Maar Ardooien blijft in de wedstrijd. Kazmi zorgt voor de 3-2. Kortemark heeft ambitie, het wil de top 4 halen. Van den Bogaarde, overgestapt van Roeselare Dijssel, trapt zijn tweede van de avond binnen, 4-2. Ik denk dat we een mooie 4-2 voorsprong bij elkaar voetballen, maar dat dan even fout loopt door wat concentratieverlies, dat ze terug in de wedstrijd komen. Want op dat moment hadden we eigenlijk niets van probleem, had ik de indruk. Maar daarin, door de 4-3, beginnen ze erin te geloven. Nee, de bezoekers geven het niet op. Strakke inspeelpaas van Schietaard. Kazmi ligt op de loer en maakt het af, 4-3. En wat later zorgt Kazmi dan voor de gelijkmaker, 4-4. Het momentum is nu voor Ardooien. Kazmi leidt een aanval van Ardooien in. Het wordt heel warm voor de kooi van de keizer, maar Kortemark komt met de schrik vrij. De West-Vlaamse minivoetbalderby breekt nu echt los. Ardooien is plots de beter ploeg. De Mietenaar wordt aangetikt, strafschop en plots lijken de bezoekers op weg naar een stunt. Maar Kortemark gaat nu vol in de aanval en voetbalt enkele kansjes bij elkaar. En Micha Meeuw zorgt voor de 5-5. Het is nu echt een dubbeltje op zijn kant. En Ardooien laat zien dat het een aanwinst is voor Eerste Nationale. De keizer moet de meubelen redden voor zijn ploeg. In het wedstrijdslot zien we nog kansen aan beide zijden. De man komt nog dicht bij het winnende doelpunt. Maar Ardooien is natuurlijk tevreden met het 5-5 gelijkspel. We hebben een teamprestatie neergezet vandaag. De ploeg heeft gevochten voor elkaar. Ons blok zat goed dat de coach gevraagd had. En vooral ons voetbal was ook nog zeer in orde.